ADE 2016 was Armin van Buuren in het Van Gogh Museum met audiotour. Altijd als ik als Hollander naar dit schilderij kijk, is het een beetje alsof ik naar mijn voorouders kijk. Martin Garrix met het eerste ADE-feest voor kinderen in de Rai en Maceo Plex onder het Rijksmuseum. Ik twijfel aan de intenties van een Rijksmuseum en voor mij is dat een marketingstunt. Want dat is de kritische volgers de afgelopen jaren niet ontgaan. Het gaat steeds vaker om het geld, terwijl voor hen toch de muziek leidend zou moeten zijn. We legden ons oor over deze jaargang ook nog even te luisteren bij de allerlaatste feestgangers vanmorgen vroeg bij Club Radion, die om hen moverende redenen even niet herkenbaar in beeld wilden. Ik geef het een 8,9. Ik heb alleen maar gewerkt, dus ik kan niet oordelen. Maar wat heb je dan vannacht gedaan? Ja, toch naar een feestje geweest. Eigenlijk, ik doe nog de koksopleiding, moet ik zo naar school. En uiteindelijk slaat de balans bij de kenners ook naar het positieve door. Ik zou het voor mezelf denk ik wel een 8 geven. Je kwam hier heen met de vraag, wordt ADE niet te groot? En ik denk dat het heel makkelijk is om dat te kunnen zeggen. Maar volgens mij is het ook nog net zo makkelijk om er voor jezelf de goede dingen uit te pakken. Wie liever niet naar de arena wil, had op andere plekken in de stad qua muziek en underground dus voldoende aan zijn of haar trek kunnen komen. Qua drugs viel het allemaal ook relatief mee. Ik ga echt snoeihard van de knijters, weet ik wat allemaal. Wat heb je gebruikt dan, Arne? Veel ecstasy. Veel ecstasy? Ja. Echt waar? Ja. En hoe voel je eronder? Ja, nu wel lekker, morgen heel slecht. Toch? Super. Zo gaat het met dat soort shit. De gevaarlijke pil waarvan tevoren voor werd gewaarschuwd is in Amsterdam voor zover bekend niet aangetroffen. Qua aanhouding en ambulanceritten spreekt de gemeente van een week met 4 zaterdagen en een drukke zondag. Dus meer dan normaal, maar dat is dan weer normaal vergeleken met de drukte in de stad. En daarmee zit het er weer op voor een jaar, of nee? Nee, we gaan gewoon lekker door. Dus ik ga denk ik gewoon nog maar wat bier drinken. Waarom niet? Dat is een goede vraag die je nu moet stellen. Waarom niet? Waarom niet? Ik bedoel, ik heb dorst, ik hou van bier. Waarom zou ik niet nog een biertje gaan drinken? Het is misschien laat, ik ben misschien al aan de tering, maar ja, nou en...